Ja, het is officieel. Ja, ik ben er officieel mee gestopt. Ja. Even onder elkaar, hè. Even mannen onder elkaar, jongens. Ik zal het toch niet alleen hebben dat je komt, fluitend ga je naar huis, hè. Niks aan de hand, vrolijk, da. En in één keer, God mag weten waar vandaan, dan slaat die stemming om in huis door je vrouw. Die begint in één keer, dat. Weet je wel. En je hebt geen idee, want je denkt, er is niks aan de hand. En voor je het weet, zit je in een soort kleine oorlog. Ja. Want die vrouwen, ja. Ik ben er officieel mee gestopt. Want dat kan zomaar zijn dat je de vaatwasser niet hebt uitgeruimd, of afgeruimd, of ingeruimd, of staat een bordje verkeerd, dat. En dan beginnen ze daarover te mekkeren en te doen. En dan, en voor je het weet, halen ze er bloed onder je nagels vandaan. Dat gewoon. Nou ja, weet je. Of je hebt het wasgoed niet meegenomen naar boven, weet je wel. Ligt op de trap, loop je langzaam. Heb je het wasgoed weer niet meegenomen naar boven? Nee, heb ik niet gedaan. En dan gaan we weer, weet je wel. Oh, man. Dus ik zeg het. Ik ben er officieel mee gestopt. Ik ben officieel gestopt om vrouwen te begrijpen. Ja. Ja, want dat zijn allemaal, die hersenen bij die vrouwen, dat werkt allemaal totaal anders. Ze hebben dan ook nog eens een keer van die eierstokken en ze hebben ook nog eens een keer dat hele hormonengedoe. En die maken eiersprongen maar ik zit toch niet in een concouripiek. Ik hoef er niet constant om aan mee te springen met die eieren. Weet ik veel allemaal. En dat moet ik dan allemaal maar begrijpen. Nee. Ik ben er officieel mee gestopt om vrouwen te begrijpen. En dat moeten jullie ook doen.